Ja, welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Het stadion is leeg, de wedstrijd is gespeeld. En wat voor een wedstrijd was het? Echt een bekerwedstrijd hier in de Goffer tegen PEC Zwolle. Uiteindelijk weet NEC te winnen in de verlenging met 4-3. Een wedstrijd waarin alles zat. Nou, dat laatste zeker. Ik bedoel, het was maar de eerste ronde, maar het voelde alsof je een kwartfinale of halffinale speelde. Omdat er zoveel gebeurde en uiteindelijk 120 minuten met 7 goals. Ja, knotsgek. En, het is een goed gevoel om na een verlenging te winnen. Hè, zodat je dat meeneemt richting de competitie. Toch de eerste helft was wel weer matig vanuit jullie kant, hè? Zeker de eerste half uur. We hebben Zwolle onder druk gezet. Die hebben veel de lange bal gespeeld. Maar als je ziet hoe wij die ballen verwerken, ja, dat leidde eigenlijk... Nou, redelijk vaak hun aanval in. Hè. Het is niet dat ze er onderuit voetballen, maar vaak vanuit de lange bal, tweede bal. Ja, daar anticipeerden we gewoon niet goed op en we legden ze niet goed weg. Ik denk na een half uur werd dat wel iets beter. En daar had ik ook het gevoel dat elke bal naar voren was ook direct een gevaar voor ons. Hè. Koki, 2 kansen denk ik. Ja, na rust was het sowieso wat beter, waren ook wat agressiever vind ik. Maak je 1-1, heb je volgens mij, ja, ik heb het idee op dat moment, nou we gaan doordrukken. Mm-hmm. Ja, dan krijg je gewoon een slechte goal tegen, slecht ingrijpen aan de zijkant, slecht dekken voor de goal. Ja, gelukkig maak ook hier de 2-2 en ik denk in de verlenging hebben we denk ik wel terecht gewonnen. Tegen Almere werd hij gepasseerd en zat hij op de bank. Vandaag moest hij ook op de bank beginnen omdat hij een beetje grieperig was de afgelopen dagen. Dat moet niet leuk zijn voor Kelvin Verdonk, dat is je niet gewend. Nee, ik ben zeker niet blij. Ben je ook niet gewend, hè? Ja, in het begin toen ik hier kwam wel natuurlijk. Alleen ja, na vorig jaar, volgens mij had ik de meeste minuten gemaakt vorig jaar. En dat wilde ik dit seizoen weer. Als ik op de bank zit ben ik zeker niet blij. Nee. Zet je dat aan het denken met jouw interland break wie je elke keer hebt in je verre reizen? Nee, eigenlijk niet. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik fit terugkom en een manier vinden dat ik niet vermoeid terugkom. Ik denk dat er genoeg tijd zit tussen de wedstrijd daar en hier weer. Misschien moet ik iets doen met slapen, Nederlandse tijd aanhouden of iets. Alleen dat zit me niet aan het denken. Nee. Maar je hebt een prima invalbeurt gedaan. Eigenlijk wel weer een beetje visitekaartje naar de trainer afgegeven. Ja, als je inval is niet zo lekker. Ik ben niet echt een speler die... moeten hebben van die invalbeurten. Alleen in de verlenging, ja, dan is het voor mij gewoon eigenlijk de tweede helft, zeg maar. En dan zoek ik ook het randje op en probeer ik, wat je zegt, mijn visitekaartje af te geven. En ik denk in de verlenging won ik mijn duels, was ik agressief, wat jullie van me gewend zijn. Dus ja, ik denk in de verlenging dat ik mijn visitekaartje weer heb afgegeven. Voor Koki ook fijn natuurlijk. Hè? Hij is een beetje ongelukkig nog en maakt nu 2 belangrijke doelpunten. Ja. Dat is misschien even nodig, hè? Ja, zeker. Maar dat zie je ook eerst zelf. Hij krijgt een kopkans. Hij krijgt een bal die die jongen met de bos klaarlegt, die hij naspreekt. Ja, vorig seizoen viel dat allemaal vaak binnen bij hem. En nu heeft hij het geluk dat hij 2 goals maakt. En je ziet ook de ontlading naar de wedstrijd, wat dat met die jongens doet. En ja, dat is heel belangrijk. En daardoor is deze wedstrijd, ze vroegen mij vooraf, is het een lekker tussendoortje? Uiteindelijk is het wel een prettig tussendoortje geworden, ja. Hij staat hier achter mij, Kento, die maakt echt een wonderschool doelpunt. Hoe krijgt hij hem erin? Ik moet eerlijk zeggen dat hij op training ook al 1 keer heeft gedaan dit. Ik weet niet of iemand het hebt gezien. Hè? Ja. Toen kwam hij op hetzelfde moment door en eigenlijk zonder dat hij nara schoot hij hem korte hoek. Ik denk dat hij goed inviel, hè. Gaf ons ook diepte in het spel. Je ziet wel dat hij een aantal dingen nog moet verbeteren. Maar ja, weet je, het is wel lekker om hem erin te krijgen en dat hij ook een keer succes heeft. Hè. Tegen Almere prikte hij naast. Hier net voor tijd prikte hij hem een keer naast. Nou, uiteindelijk helpt dat hem uiteraard ook weer. En je ziet met 2 spitsen spelen, kan dus ook? Ja, dat kan wel. Volgens mij speelde op een gegeven moment met Eunal, Robert, Sano, de 2 Japans voorop. Oaiza speelde super aanvallend. Daar hebben ze goed gedaan. En wat ik al zeg, ze hebben zich letterlijk en figuurlijk in de wedstrijd geknokt. Nou, en daar moeten we het ook van hebben op het moment dat het niet loopt. En dan vond ik de eerste helft te weinig, eerste half uur. Nou, ik denk dat in de rust wel duidelijk is geworden. En uiteindelijk is het lekker om te winnen. Japanse avond, extra sushi. Ja, nou, we hadden eigenlijk Turks eten net, maar ik reken het goed.
Goed, de boel wordt hier nog opgeruimd. Het stadion is al leeg. Supporters zijn feest aan het vieren. En wij kijken alweer langzamerhand richting de volgende wedstrijd. Want die is aanstaande zondag. Dan is hier in de Goffert FC Groningen de tegenstander. Later deze week zijn we er uiteraard met een NEC-update. En ik verwijs je nog even naar de podcast. Want in de podcast zit deze week Carlos Albers. En die is openhartig over alles rondom NEC. Over de nummer 10 positie, over de spitsen, over Cillessen. Luisteren dus. Voor nu, vanuit de Goffert, zeg ik graag tot de volgende.